Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim's Hardloop Channel. Leuk dat jullie weer kijken. Ik krijg regelmatig de vraag van hoeveel kilometer nou minimaal gezond is om te gaan hardlopen per week. Dus met hoeveel kilometer haal jij die gezondheidsvoordelen met hardlopen? Ben jij benieuwd naar het antwoord? Blijf dan zeker deze video kijken. Heb je dan nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel? Vergeet dat zeker niet te doen, dat kan hieronder. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een beter en sneller hardloper kan worden. Maar nu eerst ga ik je dus antwoord geven hoeveel kilometer je moet hardlopen om die gezondheidsvoordelen te hebben van het hardlopen. De meeste beginnende hardlopers denken dat ze zoveel mogelijk kilometers moeten hardlopen om zo snel mogelijk die stappen te maken en die gezondheidsvoordelen te krijgen vanuit het hardlopen. Maar niets is minder waar. Dat is zeker een fabel. Ga nou niet te veel kilometers hardlopen, want bij elke stap die je zet bij het hardlopen komt 3 keer het lichaamsgewicht op je benen te staan. Nou, je benen zijn nog echt niet gewend aan die belasting die erop komt te staan. Dus al ga je te veel kilometers hardlopen, dan raken je benen overbelast. En wat zich uiten in vervelende hardloopblessures, zoals een lopersknie, een heupblessure, shinsplints. Nou, noem maar op. Er zijn heel veel vervelende overbelastingblessures die je echt aan alle tijden wil voorkomen. Dus te veel kilometers hardlopen is zeker een fabel. En dan ga je niet die gezondheidsvoordelen krijgen die je bij het hardlopen graag wil hebben. Je kan beter wat minder gaan hardlopen, maar hoeveel kilometer je nou precies moet hardlopen om die gezondheidsvoordelen te hebben, dat ga ik je zo vertellen. Ben jij begonnen met hardlopen om gezond te blijven? Goeie keuze, maar hoeveel kilometer moet je dan ongeveer per week hardlopen om die voordelen voor je gezondheid eruit te halen? Nou, het antwoord daarop is tussen de 8 en 9,5 kilometer. Dat heb je per week nodig om die gezondheidsvoordelen te krijgen die je bij hardlopen kan krijgen. Probeer die wel uit te smeren over minimaal 2 keer hardlopen per week. Dus als je 2 keer per week een half uurtje gaat hardlopen, dan haal je voldoende kilometers om die gezondheidsvoordelen van het hardlopen te krijgen. Ben je nou een trainer voor een specifiek doel, een halve marathon of een marathon, dan heb je natuurlijk niet aan die 8,5 en 9 kilometer voldoende. Dan gaan die duurloopjes al een stuk verder per training. Maar als je echt alleen aan het hardlopen bent om gezond te blijven, dan heb je dus aan die 8 en 9,5 tot 9,5 kilometer heb je voldoende om gezond te blijven. Ben je nou benieuwd welke gezondheidsvoordelen je hebt bij het hardlopen? Dat ga ik je zo vertellen. Welke gezondheidsvoordelen kan je nou uit dat hardlopen halen? Er is in ieder geval onderzoek naar gedaan naar een groep die tussen de 8 en 9,5 kilometer per week hardliep en een groep die niet hardliep. En daar is gekeken wat nou het verschil was tussen die ene groep die wel hardliep en de andere groep die niet hardliep. Nou, het grote verschil was in ieder geval in het gewicht te zien. De groep die hardliep had een lagere lichaamsgewicht dan de groep die niet hardliep. Nou, en dat uitte zich dan weer in een aantal gezondheidsvoordelen. Een lagere hartslag, rusthartslag, een lagere bloeddruk en daarnaast een lager cholesterolgehalte, wat allemaal de kans verkleint op diabetes. Dus dat is één groot voordeel, gezondheidsvoordeel wat je uit het hardlopen haalt. Maar dat is niet het enige wat er uit onderzoek kwam. Door het hardlopen versterken ook die gewrichten. En hoe sterker die gewrichten zijn, hoe minder je kans had op artrose. Dus dat is ook een groot gezondheidsvoordeel wat je haalt uit dat hardlopen. Dus dat zijn de 2 belangrijke dingen die werd gezien uit het onderzoek tussen de groep die tussen de 8 en 9,5 kilometer hardliep en de groep die niet hardliep. Dus als jij zeg maar ook dat minimaal per week hardloopt, dan heb je de kans, geniet je dezelfde gezondheidsvoordelen van het hardlopen. Dus een lagere lichaamsgewicht dan als je niet gaat hardlopen, wat dus weer zich uit in een lagere rusthartslag, een betere conditie, lagere bloeddruk en een minder cholesterol.
Dus minder kans op diabetes en sterkere gewrichten. Nou ja, wie wil dat nou niet? Dus als jij een gezonde start wil maken, ga zeker hardlopen. En begin dan ongeveer tussen die werk toe. Niet gelijk beginnen op die 8 en 9,5 kilometer. Maar werk langzaam toe naar dat 8 tot 9,5 kilometer. En dan geniet je diezelfde gezondheidsvoordelen als die groep die ook hardloopt. Nu weet je dus hoeveel kilometer je moet hardlopen per week om gezond te blijven. Het antwoord daarop is tussen de 8 en 9,5 kilometer per week. Probeer dat dus wel over minimaal 2 sessies in een week uit te smeren. Dus een 2 keer een half uurtje hardlopen heb jij voldoende om van die gezondheidsvoordelen te genieten. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw reden is. Waarom ben jij begonnen met hardlopen? Is dat ook de reden om gezond te blijven? Of heb jij een andere reden? Waarom je bent begonnen met hardlopen, laat het in de reacties weten. En ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel kilometer jij per week hardloopt. Dus laat dat ook in de reacties weten, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dit was in ieder geval het einde van mijn video over hoeveel kilometer moet je hardlopen per week om gezond te blijven. Heb je daar nog vragen over, kan je die ook in de reacties hieronder zetten. Maar dit is wel het einde van mijn video. Heb je daar nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel, vergeet dat zeker niet te doen. Dat kan hier. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's over hoe jij een betere en sneller hardloper kan worden. En hier komen nog een aantal video's, 2 stuks, hoe jij het beste kan beginnen met hardlopen en het langzaam kan opbouwen. Zodat jij ook tussen die 8 en 9,5 kilometer kan. En dat jij ook dus die gezondheidsvoordelen kan genieten van het hardlopen. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk en tot de volgende video.